Goedemorgen, het lijkt wel alsof de hele wereld nog in bed ligt op een zaterdag. Dat is op zich prima. Ik niet, want ik ga naar de beurs toe. Ben jij zo meteen ook op de beurs? Laat het even weten in de comments. Drop even een like sowieso en subscribe op mijn nieuwe video's. Want we gaan veel meer vlogvideo's maken dit jaar. Ik probeer elke week sowieso eentje te droppen. En we gaan nu richting Amstelveen. Daar heb je Pokerview. Volgens mij zijn er nog kaartjes beschikbaar. Dus als je daarheen wilt, kan je er dus gewoon nog heen. En we gaan straks even een pakje openen om even wakker te worden. Even een pakje openen in de auto. Dat is altijd lekker. De auto is helemaal gevuld. Zit helemaal vol. Ik ben echt blij met de nieuwe auto, want alles past er mooi in. Dus ik hoef geen busje of trekkaak te gebruiken. Dus dat is super lekker. En we gaan naar de Emergo-hallen. Emergo-hallen volgens mij, dat is... Ja, Emergo-hallen, dat is volgens mij hoe de hal heet waar we heen gaan. En dan gaan we lekker een dagje op de beurs samen met Kimmy, mijn moderator. Dus ik zie jullie zo meteen op de beurs. Sowieso even een stukje in de auto nog. En deze komt op TikTok. Zie jullie straks. Let's go. Pakkie 151. Om even wakker te worden, jongens. Om even wakker te worden. Lekker. Oké, here we go. Come on. Even die Charizard altaar. Kan ik hem meteen aanbieden. Come on. Come on. Electabuzz. Ja, tuurlijk, man! En ik ben zelf altijd naar de building! Headset off and stretch her neck out. Down the rocks to her head safe house. Zo, we zijn dus op de beurs. We komen er aan via de zijkant. Dan heb je hier een bordje, Pokerview. En dan ga je daarin, hup, en dan kom je zo uit op de beurs. En iedereen staat er eigenlijk al klaar. We hebben echt veel stands. Het is best wel groot, zoals je kan zien. Best wel een grote gymzaal ook. En best wel veel producten. Ik neem jullie wel mee door de beurs heen. We zijn er vandaag tot een uurtje of vier volgens mij, maar ik zou zeker even langskomen. Kijk, we komen langs allemaal mooie stands. Hier hebben we dus een rad, jongens. Dat is echt leuk. Je kan allerlei verschillende dingen winnen. En dan moet je aan het rad draaien. En dan kan je dus allemaal kansen maken. Super leuk. En ze hebben allemaal leuke producten die je kan winnen. Eigenlijk echt heel leuk. Elke beurs staat er wel zoiets. We hebben hier Pokervelzen. Die wonen bij mij om de hoek. En we hebben hier Flevo Cards. Die kennen jullie misschien ook wel. Van de Bingsterman. Van de Bingsterman. Ja, dit is gewoon leuk, jongens. Graaimachines. Wellicht een pizza kunnen worden. Live in action, jongens. Maar het was gewoon
wel een groter hoofd eigenlijk, hè? Maar voor de rest... Jantje is de gangster. Jazeker. Jezus, wat zie je eruit nou? Ja, het is Jantje, ouwe. Dit is Jantje. Wat een gruwelijke gast. Pokémon erbij. Jazeker. Wat heb je niks. Ik heb wat verkocht. Kijk de gangster. Ja, vriend. Wat is shit. Dat zijn ze, ouwe. Nee. Weet je hoe de Charmander eruit ziet? Nee. Nee? Ik ga even laten zien. Hey, tot de volgende. Hi, Kimmy. Hi, schat. De moderator. We zijn er eindelijk weer bij. Stel jezelf voor, wie ben jij? Ja, Kim, jullie moderator die eigenlijk maar niet eens part-time aanwezig is, maar eigenlijk bijna nooit. Bijna nooit, maar bijna ze is nooit. Er wel. Maar ik ben er wel. Ik ben altijd wel op de lucht. Op de beurs dan kan zij zichzelf inzetten, dat is echt top. Beter dan op de stream. Ja, maar dan ben je er tenminste. Ja, nu ben ik er tenminste. We hebben trouwens echt superveel vintage spullen, jongen. Dat is niet normaal. En snoep natuurlijk. Een shoot. Voor elk. Gelukkig wel. Oké, we gaan even. Hey, kijk eens. We hebben de eigenaar van de beurs. Noah, hoe is het? Ben je tevreden met de beurs so far? Zeker. Het loopt alweer aan, hè? Lekker relaxed. Hoeveel tickets heb je gekocht? 600 vooraf. En aan de deur. Dus rond 1500. Ja, zoiets gaan we maken. Vorige keer hebben we dat ook gehaald, hoor. Ja. Vorige keer was ook leuk. Ja, Pokerview, jongens. Als je Pokerview naar de beurs wilt, deze man moet je bereiken. Als je nummer nodig hebt, stuur me een berichtje. Dan komen we er wel uit. Ik ga van Monkel lastigvallen. Ik hoorde namelijk dat hij een slechte ochtend had. Monkel Main had een slechte ochtend, jongens. We gaan die... Ook wel heel vet. Ik heb dat ook gehad. Slaphouders. Funko pophouders zelfs, joh. Niet normaal, maat. Maar we gaan even langs de Monkelman. Hey Monkelman. Ik ben hier live. Monkelman, ik Switch toch? Ja. Ik hoorde dat jij een hele goede ochtend had. Kun je ons vertellen over je ochtend? Volgens mij moest jij een stukje lopen of zo. Maat, als je dit uploadt, dan krijg je een factuur thuis gestuurd, jongen. Dan word je één van, jongen. Dan kun je die auto die je voor de deur zit weer verkopen. Sorry, want, welke factuur? Welke factuur, Pim? Pim, gaan we straks nog een pakje doen? Nee. Nee? Ik heb geen pakjes. Ja, maar ik heb wel. Maar die komt dus niet mee. Ik heb dus wel pakjes. Ik ga niet meer over. Het is allemaal op de vlog, hè? Het is allemaal live. Het is gewoon, je bent gewoon live. Wil jij anders een pakje over de Russel? Een pakje over? Ja. Wil jij geen pakje over? Van het stikken zijn. Nee, maar een gratis pakje van mij. Een gratis pakje van jou? Wat voor pakje heb je bij je dan? Silver Tempers kan ik pakken. Silver Tempers was de laatste keer Pim ook heel goed in. Huh? Lugia. We hebben hem nog niet gepoeld. Nog steeds niet. Nee, al heel lang niet. Zal ik even een pakje pakken? We gaan even een pakje pakken. Gaan we even... Je moet je auto verzetten, het is koud, die deur moet... Hoezo? Moet die weg? Oh, we moeten een auto... We gaan een auto verzetten, jongens. Moet die echt weg, Thij? Ja? Oh. Waarom heb ik... Rechtdoor op het gasveld. Waarom heb ik het verkeerd gezet dan? Ja, waarom doe jij dat? Dat is... Eerlijk, jongens, dat is een hele goede parkeerplek. Oké, ik zet hem wel weg. Nou, volgens mij staat hij nu goed. We staan midden in het weiland. Tussen de koeien. Staat hij al... Dat is leuk voor de video. Staat tussen de koeien. Ik kwam net een koei tegen. Die zei, hey Marco. We waren een pakje gaan halen. We gingen een Silver Tempest pakje denk ik pakken. Of een andere, ik weet ook niet welke. Zullen we anders gewoon... zo'n battle styles doen? Ja? Een battle styles. Ik wil er twee. Ik wil er ook eentje proberen. Battle styles, jongens. Jij mag niet. We gaan battle styles doen. Geen super tempers. Nee, omdat ik dacht battle styles beter gevoel. Jij mag als eerst openen. Wat zit hier ook weer in? Nee, die... hoe heet die? De Blaziken. Altart. Toch? Is het Chilling Rain?
Er zit toch zo'n altaar in? Ja, er zit een Tyranitar. Die Sleeping Tyranitar. Sleeping Tyranitar. Die heb ik wel een keer gevoeld. Zwarte pit natuurlijk. Ik heb geen idee. Nee, groen is bad. Groen is bad. Oké, okay, boy. Ja? Hij neemt ze. Oeh, kijk eens. Welke kaartje heb je gekocht? Een mooie Shining Octal. Zo dan, joh. Een ho-ootje. Die moet ik ook nog. Alright. Even kijken. Water Energy, Durant, Camping Game, Wunschbrun, Silicobra, Frillish, Houndour, Scatterbait, Hone Edge. Ja, Pim zegt altijd randje, maar volgens mij is het niet een randje. Pim is niet zo goed met randjes. Leuien Slowpoke, ja, Non-Holo Minchar. Oké, okay, maar nou moeten wij natuurlijk ook. Ik ga het gewoon vanaf boven. Moet je boos als ik wel wat cool neem, toch? Ga er gewoon zo doorheen. Als ik zo kijk naar de codekaart. Wel een dubbele. Dubbel codekaart, ja. Voor de kijkers. Codekaartje 1. Codekaartje 2. Hé, Russel. Was weer wack, hè? Was weer top. Toch zilver. We hebben weer echt gruwelijk pools. Ja, gruwelijk. Moeten we dat vaker doen, dit? Ja, ja. Goed idee. Wie volgende week weer, denk ik. Er komt net een bekende binnen. Ik heb namelijk met hem altijd gebasketbald. En Robin die heeft namelijk ook spulletjes. Dus die moeten we even pakken dan. Die heb ik apart. Kijk, we hebben hier een doosje. En daar hebben we dan allemaal spulletjes. Dit is Baba Yaga. Rosai hebben we hier. Robin. Robin Borst. Volgens mij was het er maar eentje, toch? Ja, was er maar eentje. Robin, is hij voor de kleine of is hij voor jou? Voor mij, hè? Hij is voor jou. Absoluut. Hij is voor de baas. Hey, ben je al lang op de beurs? Wij zijn net binnen. Net binnengekomen. Kijk, en ze komen meteen naar mij toe. Absoluut, hè? We weten wel meteen wie we opzoeken. Kijk, helemaal goed. Ga je nog wat leuks kopen? Even kijken, hè, wat we allemaal hebben. En wat spaar je? Ik heb voor jou trouwens ook nog. Even goed kijken. 3 pakjes Pogo apart gehouden. Helemaal goed. Dus ik heb meteen hoofd voor je. Ja? Zeker. Kijk, wat een verkoper, hè, deze man. Niet normaal. Oké, okay, 3 pakjes. Ga je ze openmaken vandaag? Gaan we ze openmaken? Ja? Volgens mij wil deze man wel openmaken. Gaan we dat straks even filmen? Ja. Kijk zelf maar hoor, ik kijk wel met je mee. Ik kom wel naar je toe, oké? Okay? Mee. Ga jij maar gewoon open op tafel, hier. Dan kijk ik met je mee. Komt dit straks op YouTube. Met je mooie trui. Even op je beurt pakken. Oeh, Ivysaur. Oeh, Charizard. Nice. Pokestop. En een Ivysaur nog een keer. En een War Turtle. Vet. Volgende pakkie. Hey. Wil jij die ook? Vind je het leuk? Packs openen? Ja, hè? Ik ook. Die doen we even weg. Vind je het dof? Eevee. Dat is ook even een hoesje voor jou. Oeh, Charmander. Nice. Moltres. Gyarados. Vet. En die horen hierbij. En de Magikarp, ja, die horen bij elkaar, hè? En het Charmeleon. Zo, dus je hebt de Charmander, Charmeleon en het Charizard heb je nu. Nice. En nu wil ik een hitje. Nou, nu willen we een hitje, hè? Nu willen we een glimmert. Oh, een goeie, hè? Ja. Glimmert willen we nu. Liefst een rainbow glimmert willen we. Magikarp. Aipom. Charmander. Oh, yay! We hebben een glimmert! Mooi hoor. En nog een rainbow. En nog een glimmert. Articuno. Steelix ook vet, hè? Nice. Ben je blij? Ja. Ja, hè?
Ik begin wel, hoor jij niet eigenlijk. Dan moet je hem neerzetten. Oké. Oeh, Plasma Blast, lekker. En zo, lekker dan. Twee vintage packies. That's it. Ga je ze openmaken of? Ja, dat dacht jij. Zeker niet. Lekker, maat. Dubbel vintage. Windshield. Hoeveel kaarten moet ik terugtellen? Black and White 3. Zonder die code kaart. Oké. Plasma. Volgens mij heb je wel een holo hit, maat. Ik zag een andere kleur op de kaart. Ja, ik ook al. Ja. Oké, okay, reverse. Jammer. Second chance. En deze? Oh. Daar zit geen codekaart in. Geen codekaart in, oké. Okay. Oeh, maar ik zie wel een randje, hoor. Gaan kijken. Oké, okay, hit. Wel code kaart. Nou. Ja, dat was de beurs weer, jongens. Ik heb serieus wel een leuke beurs gehad. Prima omzet ook. Lekker wel veel verkocht. En net even lekker gegeten bij de dinnerzaak met Flavor Cars, Mr. Bingster. En Kimmy natuurlijk. En nog een paar mensen, gezellig. Nu gaan we onderweg naar Poke P. Want we gaan natuurlijk een Skyridge pakje openen. Ik ga dat sowieso filmen, het komt ook in de vlog. Maar ik hoop ook dat ik even live kan zometeen. Dus we gaan even kijken hoe dat loopt. We hebben ook wel wat leuks. We hebben namelijk een rail challenge gedaan op TikTok. Ik weet niet of jullie mee hebben gekeken. Maar we zijn dus weer een stapje verder. We hebben namelijk nu de Charizard Pristine met de losse packs geruild voor twee Charizards. En die twee Charizards hebben we weer geruild voor 5 Pika Van Gogh kaartjes. En wat was het? Oh ja, en een Charizardje EX. En die hebben we weer geruild voor 4 slabs. Die ter waarde zijn van €310. Dus we zijn zeker omhoog gegaan. We zijn dus van 150. Nee, dat is niet waar. 185 naar 310. Dus we komen langzaam in de buurt van de Skyridge Pack. En we blijven dat ook gewoon doen. Dat is wel leuk. Elke beurs zal ik proberen en als ik een keer naar een shop toe ga, zal ik hem meenemen en gaan we het ook gewoon proberen. Dus bij elke vlog probeer ik een rail challenge te doen als het zo uitkomt. Dus ik hoop dat jullie met me meegaan en dat we uiteindelijk die Skyridge pack kunnen behalen. Dat zou wel een topdoel zijn. Van Wakanda pack naar Skyridge, dat is wel echt een goal. Anyways. Oh shit! Wie is dat dan? Yo, Poke P! In de building! Kijk eens aan, joh. Ja. Lekker, maat. Ah, dit is nog best wel profi, maatje. Ja, absoluut. Let's go. Beter, hè, met camera's. Ja, maar heb ik altijd ook, hè. Green screen. Mew boxjes, jongens. Maar hier draait het om, hè, jongens. Dit is hem. Daar gaat het allemaal om vanavond. We zitten gewoon hier in de studio, jongens. Het is echt helemaal lijp en gek hier ook. Eén grote chaos. Het is wel echt lachen. En we gaan zo meteen de Skyridge openen. Jullie kunnen hem wel zien. Kijk, jongens. Eén sealed en één booster of One Piece OP5. Nog staan. Okay. Let's go, boys. Good luck. Oh, shit.
Security cell. Oh jongens, hey, alsjeblieft. Ja, wow, man. Bro, geen kaartje, doe gewoon gelijk. Voor ja, doe ik ook. Hey, als jullie niet gaan hypen in die chat. Nou, hij zegt dat ik maak die mijn verjaardag open. Dus ja, jongens, moest even weer super gaan maken. Kijk even hoe clean deze pack is. Reclamebreak, ik heb mijn pilsje op, man. Reclamebreak. Maakt niet uit, maak gewoon een beetje hype. Laat ja, maar hypen. We wachten even voor de reclame. Laat even eens van mij even gaan roepen als je toch moet wachten. 17 seconden. Nou, 17 seconden. Twee packs. Here we go. Here we go. Oh, go, Pay, Roma. Come on, Pay. Come on, Pay. Come on, Pay, bro. Come on, Pay. Ik zal aan de kant doen, wat geval dat? Oh, ik sta hier volgens mij. Ja, er gaat nu gewoon 2600 euro open. Lijpen halen. Geen kartje. Nee, nee. Gewoon ga gewoon er doorheen. Doe het. Kom op, jongens. Hey, Maat, dan ligt je wel lekker, of niet? Ja, let's go. Kijk even deze arm. Kom op, Pay. Daar ligt die dom, toch? Alsjeblieft, jongens. Earthswing. Kom on. Hoed. Kom op, Pay. Wow, Pico, een handgranaat. Is hem dan hallo? Nee. Even kijken, komt hij nou? Nee. Eerst die verse, hè? Of een crystal. Een crystal, dude! Nee, meen je niet dit? Nee, kom op, die zag. Oh, maat. Maat. Kom op, P. Dat is jouw moment, joh. Oh, shit. Hij leert het niet meer. Droge handen? Kom op. 3, 2, 1. Oh! Yes. Ik dacht echt dat een crystal was. Nee, broer. Mijn cargo. Shit. Verdiend, hè? En verdiend. Hoppa, jongens. Lekker pay, bro. Oh, jongens, kijk mijn handen. Hey, iemand, clip het. Lekker pay. Oh, jezus, jongens. Het is volgens mij tijd om naar huis te gaan. Het was wel erg ziek. Dank je wel iedereen die in de stream was. Zeker. Je hebt gewoon een crystal gepoeld. We hebben gewoon een crystal gepoeld. We hebben gedaan waar we gekomen zijn. We hebben de rocket uitverkocht. Crazy. Hey, jongens. Peace. Let's go. Ik laat je ciao. Ciao.